In DDS-CAD 17 is de warmteverliesberekening nog gebruiksvriendelijker en data-invoer sneller en intuïtiever. Als je het warmteverlies berekent, kan er beter rekening gehouden worden met onverwarmde ruimtes. Er is nu een meer directe toegang om factor F1 te definiëren. Een eenvoudigere definitie als een dergelijke ruimte binnen of buiten het oppervlak van de gebouwschil ligt. En een nieuwe optie om dergelijke ruimtes te beschouwen in mechanische ventilatie. In vloerverwarming kan de temperatuur onder een verwarmingssysteem flexibel worden aangepast in geval van complexe aangrenzende situaties die van invloed zijn op de volumestroomberekening. Daarnaast kan de bijdrage van de actieve voorverwarming van de toevoerlucht worden benut, zodat het beoogde vermogen van radiatoren en vloerverwarming goed wordt berekend. Volledig automatisch en betrouwbaar. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.